We zijn vandaag op de Surf Netwerkdag in de rijtuigloods in Amersfoort. Vandaag hebben we de Surf Netwerkdag 2019 gehouden. En dat is het moment waarop we de 200 mensen uitnodigen om bij ons te komen kijken wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. En dat is altijd een heel erg mooi moment, want wij vertellen wat we hebben gedaan, maar we luisteren ook vooral wat de instellingen zelf aan het doen zijn en wat daar goed gaat. En ook de zaken die beter kunnen en waarbij wij ze misschien kunnen helpen. Het ultieme doel van de Netwerkdag 2019 is eigenlijk elkaar ontmoeten en ontdekken wat je aan elkaar hebt en wat samenwerking betekent binnen onze groep. Wat ik meeneem op zo'n dag als vandaag, hoe belangrijk het is dat diverse partijen met elkaar analyseren welke issues en problemen er in de toekomst liggen en hoe je dat niveau van onderwijs in Nederland en onze economische toekomst moet versterken. Vandaar dat kennisdeling op allerlei niveaus, leren kennen van mensen onderling, weten waar ze mee bezig zijn, is ontzettend belangrijk. Wat ik ook een uitstekende ontwikkeling vind, is dat SURF als organisatie echt een sleutelrol speelt in de digitale wereld in Nederland. SURF is altijd op de voorfront gestaan op de diverse thema's die we ook met de andere organisaties samen adresseren. En SURF is een van de initiatiefnemers geweest van de Stichting Digitale Infrastructuur en heeft een actieve rol om te zorgen dat we met die samenwerking ook onze invloed naar bestuur en politiek als industrie en als Nederland kunnen handhaven. Ja, er is SURF echt enorm voor te prijzen. Ik heb hier een closing keynote gegeven, oftewel ik mocht de eindafsluiter spelen. En ik had een zaal vol met mensen die heel enthousiast waren en ik heb lekker flesjes maat uitgedeeld, onze traditionele hackersdrank. En voor de rest heb ik ze laten zien hoe wij hackers denken en ook hoe je ons kan inzetten dus om uiteindelijk zelf veiliger te worden. En het is natuurlijk super fijn dat je hier heel veel contact op doet met mensen die gewoon actief zijn in wat wij ook doen, maar dan op een hele andere manier vanuit de onderzoeksrol, zeg maar. Dus die connectie is super belangrijk en hoe meer we elkaar kunnen vinden, hoe beter je ook gewoon kan werken naar een veiligere toekomst.